Yo, Nintendo fans! We hebben een vampier in het Miitopia team. In de vorige aflevering heb je kunnen zien hoe wij KK Slider hebben gefixt en hem de vampierenklasse hebben gegeven. En in deze aflevering gaan we eens even kijken of hij er ook wat van bakt. Ik ben even benieuwd wat deze informant Piranha P heeft te vertellen. Hij heeft het over dat hier elke dag mensen komen en dat ze ook snel weer vertrokken zijn. Moeten regelmatig deze stad bezoeken. En hij heeft het nu over medailles. Medailles die je krijgt voor het voltooien van opdrachten. We hebben blijkbaar al een aantal medailles. Oké, we hebben 95 medailles of zo? Oh ja, oké. En er zijn er in totaal 273, jongen. Wat kunnen we hiermee dan? We hebben 35% tot nu toe. Oké, we hebben de game pas voor 35% uitgespeeld. Nou, dan gaan we snel de opdracht van professor Okidoki doen. We moeten voor hem naar het kamp der knappe koppen. De toren der ware nachtmerries. Daar wacht hij op ons. Oké, de toren der ware nachtmerries klinkt super heftig. Geen idee waar dat is. Het is blijkbaar hier bij Recruton. Oh, we gaan gewoon helemaal terug naar daar waar het begonnen is, jongens. Ah, achter Enka, naast het kasteel. Let's go! Hallo, professor Okidoki. Ik heb op je gewacht. Kun je iemand alleen aan het silhouet herkennen? Laten we dan nu silhouettenstrijd spelen. Gaan we nu gewoon alleen maar quizzen? Of wat? Silhouettenstrijd is trouwens wel moeilijk. Vraag 1. Wie is dit? Dit is Scoot. Ja, die herken ik nog wel. Dat was duidelijk Scoot. Dat was geen Wooloo, geen Mario. Vraag 2. Wie is dit? Dit is Ganondorf, man. Het is best wel makkelijk te herkennen eigenlijk, tot nu toe. Hopelijk is de derde ook makkelijk te herkennen. Wie is dit? Dit is KK. Dit is onze nieuwe aanwinst. KK Slider. Je ziet de hondenoortjes, jongen. Ha! What up, baas? Ja! We krijgen een prijs. 5 HP benaden. Maar hiermee is het nog niet afgelopen. Tot de volgende keer. Jongens, ik wil gewoon mijn vampier trainen. Ja, oké. Zo train ik mijn vampier toch niet? Oké, volgende spel. Ja, nu moet ik dit wel even doen. Open het gordijn. Ja, wie was dat? Dat was Pichu. Dit is zo makkelijk. Volgende. Ja, Mr. Mimepy. Ja hoor, die hebben we ook gewoon gespot. Onze ex-duistere vorst. Vraag 3. Wie is dit? Oh, dit was Lucky volgens mij. Ja hoor, lekker. Ja, ik heb niet alle tijd, jongens. Nou, dankjewel voor je HP bananen. Maar jongens, ik wil mijn vampier gaan trainen. Oké, top. Volgens mij is dit al de laatste. Quiz remix. Oké, dit wordt een remix van al zijn quizzen. Het is alles of niets. We hebben maar één keer om te winnen. Oké, quiz remix. Spannend. Vraag 1. Oh, gordijntje. Dit was Zucker. Let's go. Easy peasy. Wie is de duistere vloek Bowser? Ja, dit weten we toch. Dat is de eerste. We weten allemaal toch wel wie Bowser is. Ik ben wel blij dat ik Nintendopia ben gaan doen. Want de quizzen zijn daar op zich wel makkelijk voor. Ja, we hebben dit gezien. Dit was Jitters. Gelukkig heb ik niet allemaal mensen die op elkaar lijken. Want dit is gewoon... Ja, dit is best wel simpel op deze manier. Hoe kon dit gebeuren? Jij hebt gewonnen deze keer. Gefeliciteerd. Dit is voor jou. 5 game tickets. En tot de volgende keer. Nou, dan hebben we dit ook gefixt. Ook gefixt. Badoemts. En KK die wil graag de wollen vleermuis. Lijkt me dat je hier niet heel veel damage mee doet met een wollen vleermuis, jongen. Dat is toch hartstikke zacht. Dat komt toch helemaal niet aan. Nou, hij wordt er wel flink sterker van. Dus even kijken of ik een verdelgingsspeer kan fixen. Of een handvol ervaringspunten. Ja, dit is eigenlijk best wel chill. Hiermee kan ik KK supersnel levelen. Kijk, die geven we gewoon even aan KK. Hoeveel punten zijn dat dan? Oh, huh? Ja, maar dit is lame. Ja, maar dit schiet niet op. Wat moet ik nou met 10 ervaringspunten? Wat als ik ze aan Wooloo geef? Kijk, dan zijn het tegelijk 6000. Dat komt denk ik omdat KK nog maar heel low level is. Zal ik het nog een keer proberen? Even kijken, KK Slider. Ja, die krijgt er maar 40, zodat hij maar 1 leveltje omhoog gaat. Oké, weet je wat? Laat maar zitten. Handvol ervaringspunten gaan bij deze naar Shadow. Jongens, ik wil eigenlijk wel weten, wie willen jullie dat ik uit de file haal? Wie moet er sowieso weer bij mij in het team? Ja, Red eigenlijk wel, hè. Red moet eigenlijk wel terug naar de herberg. Let's go. Steve was natuurlijk ook echt een van de eindbazen. Die moet ook gewoon terug. Ja, en als we dan toch bezig zijn, dan stuur ik Toad ook gewoon terug. Ja, en Luigi ook gewoon. Dan is er alleen geen plek voor Zelda. Zelda blijft gewoon alleen in de villa. Als een echte diva. Oh, wacht even. Zelda kan ook nog gewoon terug. Toch of niet? Nee, die kan niet terug. Oké. Nou, we gaan even door naar de volgende opdracht. Die is bij deze mevrouw.
Alice, die wil naar Galapa-eiland. Althans, daar is een beest met monsters. En die deed een prachtige dans. En die dans die wil ze nog een keer zien. Dus nou, ze vraagt of wij mee willen gaan. Tuurlijk joh, laten we gaan, Alice. Jij gaat samen nog een keer met dat monstertje dansen. En dan moeten we dus naar een nieuwe plek, naar de Galapa-eilanden. Kies een Mii voor de ontdekkingsreiziger. Wat vinden jullie van Mimikyu als ontdekkingsreiziger? Nee, Mimikyu moet eigenlijk in ons team. Mimikyu is super dope. Toadette! Natuurlijk! Toadette is de ontdekkingsreiziger. Ja, dat vind ik echt een goeie. Yo, Toadette! Wow, ik wist niet dat er een inheemse bevolking op Galapa-eiland leefde. En ik heb ze ontdekt. Iedereen op de academie zal het over mij hebben. Maar ik leef hier niet hoor. Ik ben gewoon een bezoeker. Een reiziger. Maar Toadette gaat ons blijkbaar helpen. Wat gezellig joh. Toadette heeft deze plaats nog maar net ontdekt. En ze is op onderzoek uitgegaan. Maar door de monsters kan ze haar werk niet doen. Dus wij moeten monsters gaan nakken. Maar die monsters zijn bijzonder sterk. Dat is een goede plek om KK Slider te trainen. Ik heb er zin in. Let's go! Galapa-eiland. Dan ben ik heel benieuwd wat hier voor vijanden zijn. Ik ben weer met Shadow en Wooloo en natuurlijk KK Slider. Kijk, Rikachu, zie hoe prachtig de zee glinst daar ginds. Kijk hoe mooi het zonlicht in het water wordt weerkaatst. De zee is zo groot. Ja, het is wel een heel mooi eilandje inderdaad, Wooloo. Het ziet er echt super gezellig uit. Je zou niet zeggen dat hier monsters zijn. Dit lijkt gewoon de ideale vakantiebestemming. Maar er zijn wel monsters en dit zijn kogelvisjes. En laten we dan maar gelijk lekker hypermodus gaan doen. Dus even kijken hoe sterk die kogelvisjes daadwerkelijk zijn. Let's go, pak ze! Eentje is kapot. Misschien dat Shadow de rest kan slopen. Oh nee, Shadow is alleen wel heel langzaam. Dat is wel waar. Oh, en daar gaat... Ja, daar gaat hij alweer. KK Slider is alweer genakt. Maar ja, hij is nu ook maar level 2 of 3. Dus ja, dat is op zich niet zo heel gek. Nog één kogelvisie. Let's go. Bam. Ja, en we gaan KK dus nu keihard trainen. Onze super vampier. Dit gaat een super vampier worden. 4200 XP. Gelijk level 9. Hij heeft gelijk vloek geleerd. Dat houdt in dat vijanden schade oplopen als ze hem slaan. De bonus ervaringspunten die zijn ook voor KK Slider. Daarmee gaat hij ook gelijk naar level 12. Kijk, één gevecht gelijk level 12. En hij kent reanimatie. En daarmee wordt hij soms genezen als hij wordt verslagen. Oeh, dan staat hij gewoon uit zichzelf weer op. Dat is heel sick. Hoppakee, gelijk een level 12 vampiertje erbij. Maar ja, hij moet natuurlijk nog wel wapens krijgen en zo. Wow, dit blauwe reptiel is super dope. Wat ik natuurlijk ook kan doen, aangezien KK toch elke keer in één keer gesloopt wordt, hem gewoon in de schuilplaats zetten. Hier, dan kunnen ze hem ook niet slaan natuurlijk. Lekker Shadow. Kijk, die kogelvis die is al weg. Nu moeten we alleen nog even die draakreptiel gast met een schild en zwaard en hij staat met zijn kont naar ons toe. Geen idee waarom die dat doet. Maar Shadow, die weet wel hoe die moet fixen. Oh, echt super veel, lekker veel XP'tjes, jongen. Dat is echt heel nice. KK naar level 13. En die leert giftige mist. Brengt al je vijanden schade toe met een giftige mist. Volgens mij is die vampier echt supergoed. Ik ben een beetje moe. Ik ben een beetje duizelig van de hitte blijkbaar. En ik zie daar iets. Ga ik weer op de cactus chillen? Uiteraard. En ik vond het lekker. Doe je dat ook wel eens? Gewoon lekker thuis op de cactus chillen? Laat het weten in de comments. Op welke plant ga jij het allerliefst zitten? Slaat ook weer nergens op. En dan zijn we weer bij het herbergie. En Mario is beter. We geven een vleermuisdemoon aan KK Slider. Dit ziet er wel eng uit. Dit is een beetje als een wapen van Soul Calibur. Ik weet niet of er mensen zijn die Soul Calibur hebben gespeeld. Als je het hebt gespeeld, dan herken je dit wapentje eigenlijk wel. Het lijkt ergens op uit Soul Calibur. Oké, we gaan even met een ander team PWMP. We gaan even met Red en met Toad. Let's go. Het is tijd voor andere Nintendopia-makkers. Ik wil eigenlijk wel eerst even richting dat kissie. Wat gebeurt er allemaal? Wat is dit, joh? We kunnen dus daar naar boven. Daar moeten we zijn. Maar ik ga eerst even andere dingen checken. We moeten toch ook KK Slider lekker levelen. Dus let's go. Even zorgen dat hij naar level 20 gaat of zo. KK die is humeurig. Oh nee. Toad, waarom doe je dat, jongen? KK Slider is net nieuw. Ga je gelijk zo lullig doen. Je bent echt een kloza. Toad is wel een beetje een kloza. Lekker voor je, Toad. Nou ben je zelf gevallen. Hier, KK komt je helpen, jongen. Oh nee, die heeft niks gezien. KK wil hem niet helpen. Nee, eigenlijk, ja, ik snap KK wel. Ik snap je wel, KK. Ik sta aan jouw kant vandaag. Toad is echt een beetje naar. Maar ja, Toad is wel sterk, dat wel. Ik doe Toad en Red gewoon in hypermodus. Ik denk dat ze gelijk al die kogelvissen gaan slopen, jongen. Kom op, Toadje. Oh, hij pakt er maar één. Beetje jammer, ik had meer van je verwacht. De nummer 2 is kapot. Nou, niet KK Slider aanvallen. Jongen, wat zeg ik nou? Maar gaat hij opstaan? Ja, kijk, dit is zijn nieuwe vaardigheid. Dit is reanimatie. En daardoor komt hij gewoon weer tot leven. Wel maar met 1 HP, dus niet zo heel veel.
Maar hij is er wel. Pak ze dood. Haps de flaps. En de laatste. Lekker. Hoeveel XP? Hoeveel XP? 4200. KK is alweer level 14. Oeh, dit wordt een moeilijke. KK Slider, jij mag even naar de schuilplek. Jij krijgt wat HP strooisel red. En dan gaan we gewoon lekker met z'n drieën lekker hyperen. Let's go. We gaan de reptielen slopen. Bam. Nu jij, Toad. Oh, Toad krijgt eerst klappen. Ik krijg ook klappen. Kom op, Toad. Lekker. Dat is één. Kijken of ik die andere twee kan nakken. Eentje wel. Is er nog één over. En die gaat de prinses nakken. Ja hoor, lekker danseresje. Doe je goed. KK alweer level 15. En KK wordt voor het eerst een klein beetje matties met iemand met mij. We zijn eindelijk kennissen. Ja, dan gaan we even naar het kistje, jongens. Let's go. Eerst een klein kistje. 3 game tickets zitten daarin. Dat is altijd chill. Dan het grote kistje. En daar zit in... wanten. Die zijn voor Toad. Kijk, daarmee gaat zijn aanval gewoon 15 punten omhoog. Bijna 200 heeft hij al op zijn aanval, hè? Dat is heel veel. Tenminste, dat vind ik heel veel. Misschien moet ik KK trouwens eerst gewoon matties laten worden met Epona. Want dat gaat altijd super snel. Dus ga jij maar even lekker met Epona chillen, KK. Ik ben wel benieuwd wat hier onder die schedel is gewoon. Dit stukje ziet er super duister uit namelijk. Tot nu toe is het gewoon hetzelfde strand als waar we net ook op hebben gelopen. Oh, en dit is één kogelvisje. Nou, dat moet geen probleem zijn, jongen. Dus één kogelvisje. Pak hem! Easy. Oké, gaan we naar boven naar beneden. De schat of de korte weg? We gaan naar de schat. 2 blauwe reptielties. Let's go. Brap. Oh, een nieuwe vaardigheid voor KK. Die doet vloek. Kijk, hij wordt nu geklapt. Maar daarmee krijgt de tegenstander ook damage. Jammer wel dat hij dan ook daarna weer gesloopt wordt. Maar hij kon wel één klap verdragen nu. Dus het begint al beter te gaan met KK. Normaal is hij in één klap dood. En nu... kon hij in ieder geval één klap hebben. Hij moet gewoon zo snel mogelijk naar level 25. En allemaal nieuwe kleren moet hij krijgen. Heel veel eten moeten we hem geven en dan komt het wel goed. Nog een kissie. Een HP banaan. Nou, wij gaan even lekker barbecuen ondertussen. Toad heeft een paddenstoel gevonden. Ik hoop dat het een lekkere paddenstoel is, want ik heb hem aan KK gegeven. Anders zijn Toad en KK echt geen matties meer, hè. Als dit nou een vieze paddenstoel is... ja, hij vindt hem lekker. Ik hoopte alleen dat ze daardoor betere matties werden, maar... dat helpt blijkbaar niet. Toad gaat even lekker graven. Lekker blijven graven, jongen. Lekker blijven graven. Doorgraven. Sneller. Graaf gewoon. Kom op. Kijk. Money. Niet zo heel veel, maar hey, alle beetjes helpen. En de volgende battle. Let's go, let's get him. Brappadabadam. Nu jij, Toad. Hoppakee, tweede is ook weg. KK, je gaat voor het eerst aanvallen straks, denk ik. Tenzij die nu doodgaat. Ah, KK hoeft alsnog niet aan te vallen. Zo, ik open even een kistje met 6000 money, joh. Ik denk, laat maar gaan. Er zal wel weer een MP-snoepje in zitten. Zat er even 6000 money in? Kijk, en hier is al wat bonding tussen KK en het paardje. Oh, alleen ik gaf hem wel de verkeerde. Anyway, het heeft toch geholpen. Ik koop even een nieuw bloempje voor mezelf. De helderbloem. Dit ziet er hartstikke mooi uit. Ja, KK wil de hele tijd niks hebben. Ik wil het liefst gewoon spullen voor KK Slider kopen, maar hij hoeft niks. Kijk, we kunnen hier gewoon door, hè. Maar, we moeten hier naartoe, want hier staat het uitroeptekentje. Hier is het monster, het dansende monster. Ja, nog niet helemaal. Hier moeten we nog iets verder naar boven. Maar hier ergens is het dansende monster. Wat gebeurt er als ik KK Slider in de hypermodus doe? Weet je, en ik ga hem ook even een schildje geven. Waarom heb ik dat eigenlijk helemaal nog niet eerder gedaan? Dat was niet slim. Kijk, ze proberen inderdaad KK Slider al aan te vallen. En nu gaat hij aanvallen. Ja, hij doet bijna geen damage. Maar ja, wel al meer dan één. In ieder geval. Kom op, Toad. Maak ze kapot. Nog één slak. Met een slakkentempo. Doei doei. Kijk, voor het eerst heeft KK Slider gewoon een aandeel in de battle. Oeh, nu kan hij ook HP stelen van de vijanden. Dit wordt echt zo'n goede karakter. Ja, KK Slider wordt volgens mij echt goed. Volgens mij is die vampier heel sick. Vandaar dat je die misschien pas na het uitspelen kan krijgen. Anders is die misschien te overpowered voor de laatste baas of zo. Hey, ik weet niet, maar hier staat een Twerk Mail. We hebben de Twerk Koen gehad en nu is de Twerk Mail hier zo. Die moeten we even boven op zijn blote billen gewoon slaan, jongens. Hij leeft nog. Hij gaat niet kapot, jongen. Die twerkoen is super sick. Hey, hou eens op. Ga eens weg, joh. Die had behoorlijk dikke billen, die twerkoen. Oh, nee. Een vijand in een kissie. Die had ik niet per se verwacht. We gaan ze gewoon aanpakken. Oh, kijk. Die ene vijand is al weg. Die leek trouwens echt op de duistere force. Dat blauwe bloppie. Nou, ik heb geen hyper potion meer, dus we moeten maar gewoon lekker gaan aanvallen met z'n allen. Bam. Pak hem. 1 HP damage. Lekker gedaan, KK Slider. Komen we nou al bij die vliegende Hollander monster? Want volgens mij waren we er bijna. Kijk, KK wil eindelijk weer een nieuw wapentje. Een vlinder. Ja, je wapens worden steeds schattiger, KK Slider. Je begon met zo'n badass Batman ding. Maar, nou ja, weet je, neem het maar gewoon.
Hij heeft nog helemaal geen nieuw pakkie trouwens. Oké, zijn we er? Zijn we er? Nog niet, hè? Nee, we moeten nog eentje verder. Nou, dan moeten we even snel deze enemies verslaan. Let's go. Hoppa. KK Slider naar level 18. Oh, KK gaat een nieuwe vaardigheid doen. De giftige mist. Ja hoor, daar komt hij. Daar komt hij. Het doet allemaal nog niet zo heel veel pijn, maar hij sloopt er wel een vijand mee. Heel goed gedaan. Hey, KK wil eindelijk een nieuw pakkie. Hè. Zijn eerste nieuwe pakkie. Het rozenpakje. Wel een schattig mutsje is dit wel. Staat hem best wel goed in het wit. Nice. Een echte artiest is het gewoon zo. Oké, dan kunnen we nu eindelijk denk ik naar het vliegende monster voor Alice. Daar gaan we, Alice. Daar gaan we. Pompidompidompidom. Dit is zonder twijfel de juiste plek. Maar waar is het monster? Nee! De gezicht is gestolen. Door de Alice alien. Deze is super cool. Deze is heel vet. Dit is een van de leukste vijanden in de game tot nu toe. Love it. Oké, ik leg klappies. Dan gaan we hem even een sneeuwtje geven. Maar hij overleeft het al wel, hè? Ik ben wel al trots, hoor, op KK Slider. Let's go, hypermodus! Oh, wat doet hij? Wat doet hij? Ik ben oud. Ik ben ziek. Wat is dit voor een zieke octopus? Kijk mij daar staan als een oud opaatje. Ik denk dat ik even in de schuilplaats moet gaan zitten. Ik moet even een verjongeringskuur krijgen. Kijk, daar gaan we al. Nice. Kom op, jongens. Pak die alien. Hoppakee. Lekker. En Reddy had hem gevangen. Ja, en nu is Toad opeens oud geworden. Pak hem, Toad. Hij viel nog wel aan, maar ga maar even lekker in de schuilplek. Dan geven we KK even een nieuw schildje. Hij is wel sterk, jongen. Kijk hoe sterk deze alien is. Ja, oké, dit wordt een klusje, maar we gaan het fixen. Let's go, let's do this. Kom op, Red. 99. Schildje voor KK Slider. Terwijl, ja, Toad is nog steeds niet beter. Toad is nu wel beter. Oké, dan gaan we nu wisselen. Red mag in de schuilplek. Die mag even weer een verjongeringscursus of een kuurtje. Lekker even wat van dat spul op je bakken smeren, weet je wel. Dat je er weer wat jonger uitziet. En hij is beter. Kom maar weer terug. Hij gaat helemaal los, joh. Deze alien. Die is helemaal gek geworden. Kijk hem gaan, joh. KK Slider. Bam. 8 HP eraf. Krijgt opnieuw een schildje van mij. Ik pak even wat HP. En de laatste hyper, die gaat naar Toad. Bam, 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 bam. Eens even kijken of dit gaat lukken, jongens. Kijk hem even flink tikken uitdelen, joh. Die gek. Bam. 294 HP. Dat was een flink goede aanval. En ik ga even te paard doen. Ik ga eens even kijken wat dat doet. Dit kost mij al mijn MP. Maar groei en bloei. Oh, dit ziet er heel vet uit. Wat gebeurt er? Iedereen is weer vol HP. Dus dat was wel sick. Dat was wel nice. Ik heb nog één schildje over. En hij zal toch nou wel bijna kapot zijn, joh, deze alien. Deze alien is super sterk, man. Kijk hem gaan. Hij heeft KK Slider out gemaakt. Ja, hij is bijna kapot. Hij is bijna kapot. Let's go. Ik denk nog één aanval. Ga jij hem pakken, KK Slider? Ah, oh, jammer. Dan wordt Red het. Ja, nu is die kapot. Wat een vette alien was dit. Ik vond deze echt heel leuk. 7000 HP. Ik bedoel XP erbij. En we gaan allemaal een level omhoog. Ik ga naar 31. Volgens mij gaat KK naar 20. En ook Red. En Tootje gaan allemaal een level omhoog. Alsjeblieft, Alice. Daar heb je je oogjes weer. Weet je, eigenlijk was het best wel leuk. Zo met mijn gezicht op dat monster, zegt Alice. Dat monster en ik, we bewogen samen. In perfecte harmonie. De lichtvoetige danspasjes zal ik nooit vergeten. Je kunt je niet inbeelden hoe blij ik nu ben. En we krijgen de heldenbloem, maar die heb ik al. Die heb ik net gekocht. Nou, weet je wat? Dan gaan we hem verkopen voor 6600 money. Dat was natuurlijk niet slim. Ik wist de beloning voor deze missie en alsnog heb ik dat pakje gekocht. Anyway, dat was weer een nieuwe opdracht. KK Slider gaat keihard. Doe een duimpje omhoog en vergeet niet te abonneren voor iedere dag Nintendo video's. Dan zie ik je gewoon weer bij de volgende. Mazzel!